is zo'n legend, Leon van Rijn. Leon, je wordt ook niet voor niks Mr. Executor genoemd. Leon, na 5 seizoenen los speelde je 13 seizoenen bij Executor. Je wist daarin 154 keer gescoord in 391 wedstrijden. Ongekend natuurlijk. Een record wat waarschijnlijk ook nooit meer verbroken gaat worden. We gaan straks wat dingen onderzoeken. Ik wil even je oud-trainer daarvoor uitnodigen. Amber en Konderwijk. Laten we een applaus, Amber. Amber was 3 jaar jeugdtrainer bij FC Utrecht, 8 jaar hoofdtrainer en daarna nog een periode als technisch directeur verbonden aan deze mooie club. We hebben dit niet voorbereid, maar het is vaak ook het leukste. Wil jij nog iets zeggen over Leo van Rijn? Uiteraard. Frans heeft net al nodig gras voor de voeten weggemaaid, maar ja, weet je, eigenlijk van dag 1 dat ik als jong ventje hier in de hoofdtrainer werd, heb ik met Leo samengewerkt in het seizoen of 7 denk ik, Leo. En ja, ik vind het meer dan terecht wat er nu gebeurt. En eigenlijk had het al veel eerder moeten gebeuren. Er zijn hier zalen en ruimtes waar mensen genoemd die hier misschien 2 seizoenen geweest zijn. En Leo heeft hier eigenlijk zijn hele carrière gespeeld voor de fusie en na de fusie. Dat ene foutje, dat heeft Frans al aangehaald, dat zijn we lang vergeten. Hij is ook een fantastische liefhebber. Want ik kan me niet herinneren dat hij een wedstrijd heeft gemist. En ik kan me ook niet herinneren dat hij een training heeft gemist. En we hadden toen een groep oude spelers, zoals ook Wilder bij en Van Hanegem. En die trainen zijn maar 2 keer in de week. En per geleden zei ik ook wel eens samen op training over, dat weet ik kwaad, dat wilde hij niet. Hij had alleen de beste aan die buurlopen daarachter in Amersfeer. Maar als er een man op het veld was, altijd. Trainen, altijd een voorbeeld, altijd die jonge jongens op slechte handen nemen. En ik denk dat Leo een beetje pech heeft gehad dat het een enorme generatie. Want anders had hij denk ik ook de nodige keer Nederland zelf al kunnen halen. Fantastische speler, geweldige techniek, spelde zich, een voorbeeld voor die jonge spelers. En ik heb het fantastisch gevonden om met hem te kunnen werken. En hij is ook voor mij een enorme hulp geweest in die jaren, dus meer dan verdiend. Alleen al hartstikke bedankt hoor, voor alles. Fantastisch. Frans maakte natuurlijk net nog even een grapje over Ajax, maar bij Ajax is hij natuurlijk ook nog landskampioen en heeft hij ook nog eens 4 weken gewonnen. Daarna ook in Los Angeles, waar de SX gespeeld samen met zijn grote idol en vriend ook destijds, Johan Cruijff natuurlijk. Maar goed, het gaat vandaag om het opvullen van deze zaal. Dit is een zaal die heeft voorheen de Brasschieten waard en die gaat nu Van Veenzaal heten. Dat gaan we straks even doen. Ik wil Amber vragen om ook nog even een opvulling te doen, samen met Frans Verheugen. Van Ham. Dat ging hier goed technisch niet.
dat is mooi om te horen, fantastisch onderwerpje zijn. Ik vind het wat er allemaal georganiseerd is door FC Utrecht, met name door Rob Zomer, als ambassadeur van FC Utrecht. Hij heeft heel veel werk ingezeten, heb ik begrepen. Hier wil ik jou speciaal, maar natuurlijk de rest van FC Utrecht ook, bedanken voor deze memorabele dag voor mij. Het is veel groter uitgepakt dan ik had verwacht. Maar ik ben er niet te min wel in blij mee. Het is voor mij de waardering en het respect wat men voor de oude voetballers die het enigszins wat voor de betekent, vind ik dat fantastisch. Dus bedankt allemaal. Je hebt het ook gezien. Oké. Voor nu, Jonny, gaan we ons toen even naar de wedstrijd straks tegen ADO Den Haag. Ik hoef jou niet te vragen hoe het gaat worden, want jij hebt het meeste verstand.